De JA91 wil het alternatief bieden om daadwerkelijk te kiezen voor verbetering en vernieuwing voor Suriname. Dit maakte de voorzitter Angelique del Castillo bekend op een vanmorgen gehouden persconferentie. Verschillende onderwerpen werden besproken, zoals het nieuwe kiesstelsel. Met de verkiezingen iets meer dan een jaar in het vooruitzicht, wil de partij de samenleving op de hoogte stellen van de belangrijkste aspecten van haar plannen richting de verkiezingen.